boodschappen doen. Ik hou er niet van. Wat ik wel leuk vind, is om over boodschappen te vertellen. Om over boodschappen te praten, erover te zingen of over te rappen. En dan heb ik het over de boodschappen die wij met de paplepel in onze jeugd naar binnen geschoven krijgen. Van die waarden en normen en overtuigingen die we vanuit ons systeem van herkomst naar binnen geschoven krijgen, die ons iets vertellen over hoe het leven geleefd mag of zelfs moet worden. Nou, hierachter zie je de systemische wetten. De eerste wet, de wet van binding, vertelt dat iedereen die bij het systeem hoort, dat hij recht heeft op een plek. En dan zie je daaronder ook de behoefte die wij hebben, een basisbehoefte van een mens en vooral van een kind. Een kind wil erbij horen. Dus op het moment dat die boodschappen naar binnen geschoven worden, dan slikken we alles als zoete koek. Of het nou van onze ouders komt, of later van de sportvereniging en van school. En hoe ouder we worden, hoe minder makkelijk dat naar binnen geschoven wordt. Maar die eerste jaren, alles wat papa en mama zeggen, dat is waar. En we willen erbij horen vanuit de basisbehoefte om erbij te horen, om liefgevonden te worden, loyaal te zijn. We geloven alles wat er naar binnen geschoven wordt. En als we dat ons leven lang klakkeloos blijven aannemen en nooit meer toetsen, dan kun je je afvragen of dat altijd even helpend is. Want stel nou dat je die boodschappen altijd als waarheid in de rest van je leven, in elke situatie met je meeneemt. Dan zal het soms heel helpend zijn en zal het je ondersteunen in wat je wilt en wat je bent. En kan het je soms ook tegenhouden om vorm te geven aan wie je bent en wat je wilt doen in de wereld. En als je heel klein bent en je houdt je niet aan de regels, dan heet dat een deugd niet. Maar als je wat groter wordt en je komt in de puberteit en je gaat je grenzen opzoeken en je gaat ontdekken wie je eigenlijk werkelijk bent, dan kan je je soms een lelijke rotmeid voelen of een rotjong. Ik wil niet deugen. Nee, ik deug niet. Nee, ik pas er niet meer in. Ik wil niet voegen in dat plaatje van een ideaal gezin. Ik wil schoppen, regels breken. Ik wil vechten, zoek naar mij. Hou op met al dat preken. Ik wil leven. Ik wil vrij. Ik wil zoeken naar mijn pad. Leg mijn leven niet aan banden. Laat me struikelen en vallen. Leg mijn lot in eigen handen. Ja. En daar sta je dan met je boodschappenmandje. Al die boodschappen die je meegenomen hebt uit je gezin van herkomst of uit andere groepen waar je bij hoort. En wat doen ze dan voor je? Hoe werken ze voor je? En waar houden ze je soms in tegen? Als ik een van die... Hier, steek je kop niet boven het maaiveld uit. Nou, ik weet niet of jij meegekregen hebt, maar ik ken hem heel goed. En soms zal dat heel goed helpen als je een beetje terug moet houden in bepaalde situaties. Maar wat als je jezelf aan de wereld wil laten zien? Als je iets moois te brengen hebt waarvoor je echt moet gaan staan. Hoe ga je dan met deze boodschap om? Hoe word je dan ontrouw aan je systeem van herkomst bijvoorbeeld? Of laten we het vooral gezellig houden? Nou, dat is een mooie boodschap als je een beetje wil harmoniseren hier en daar, als je een beetje wil relativeren. Maar wat als je voelt, dit klopt niet. Hier moet ik op reageren, daar moet ik iets mee. Hoe kan je dan uit de voeten met de boodschap, laten we het vooral gezellig houden? Mag je het dan zeggen? Of de boodschap die als het ware misschien op een tegeltje aan de muur gehangen heeft bij jou in huis. Wie A zegt, moet B zeggen. Mooi. Als je iets voor elkaar wil krijgen en niet zomaar op moet geven, als je door moet zetten. Maar wat als je voelt, als je A gezegd hebt, dat je denkt, dit klopt niet voor mij, dit is niet voor mij. Hoe zorg je er dan voor dat je daar stopt? En op de tegel die daar hangt, het kan altijd beter. Prachtige boodschap om te zorgen dat je jouw maximale potentie leeft, dat je uit jezelf haalt wat erin zit. Maar wanneer is het dan genoeg? Ik help mijn buurvrouw met de was. Ik loop voortdurend in de pas. Ik geef mijn geld aan goede doelen. Ik leer mijn chakras beter voelen. Maar ik ben nog steeds niet goed genoeg. Ik stuur kaarten, sms'jes. Ik gooi niks weg. Ik eet ook restjes. Ik scheid mijn afval keurig net. En ik verschoon op tijd mijn bed. Maar ik
vriendelijk, zelden boos, maar nog steeds niet goed genoeg. Nee, ga u maar. Ik heb niks nodig. Nee, u hulp is overbodig. Ik bijt mijn kiezen wel kapot, zet mijn verlangen achter slot. Want ja, ik ben nou eenmaal niet goed genoeg. Ik zou mijn armen moeten trainen en mijn buik en god die benen. En ik laat ook nooit een wind, bang voor wat jij ervan vindt. En weet je wel hoeveel pijn in je buik je daarvan krijgt? Wat je allemaal op slot moet zetten, wat je allemaal achter moet houden om perfect te zijn naar de buitenwereld. Ik ben niet perfect. Ik wil ook niet perfect zijn. Ik kan ook niet perfect zijn. Ik ben er zo klaar mee. Ik kap ermee. We hebben allemaal ons eigen unieke pad. En de boodschappen die wij in ons leven meekrijgen, die gaan heel vaak over het pad van onze ouders. Want die ouders die willen ons het allerbeste meegeven. En die willen ons vooral behoeden voor alle dingen die hen pijn en verdriet hebben bezorgd. Want als je kijkt naar deze tekening, dan zie je hoe wij verbonden zijn met het groepsgeweten van onze familie. En daar zitten al die plusjes in en die staan voor alle mooie ervaringen, voor alle liefdevolle ervaringen, voor alles wat er wel mooi was en wat er stroomde. Maar die minnetjes die gaan over pijn en over verdriet en over verlies. En onze ouders willen ons het beste meegeven. En met de boodschappen die zij vanuit hun pijn en hun gemis soms aan ons geven, staan wij daar met open armen om hun pijn en hun gemis aan te pakken. Want wat nu als je een moeder hebt die zo gevangen heeft gezeten in haar relatie? Die geeft je misschien wel de boodschap mee, zorg toch dat je onafhankelijk bent en dat je op je eigen poten staat. Soms helpend, soms helemaal niet. Of de vader die groot geworden is in een gezin waar geweld en ruzie de boventoon voerde, die in zijn eigen gezin altijd maar zegt tegen zijn kinderen, sst, sst, we hebben het er niet over, we praten er niet over, dan is het er niet. Of de ouders die zo kijken naar de buitenwereld. Worden we wel goedgekeurd? Is het wel oké? Vinden ze mij wel oké? Die geven de boodschap mee aan hun kinderen. Gedraag je nou. Wees maar netjes. Wees nou maar stil. Laat nou maar. En wat nou als je alle meegenomen boodschappen trouw naleeft. En nog steeds het gevoel hebt. Het is nooit goed genoeg. Lieve meisje, hou eens op. Ze heeft maar rimpels in mijn kop. Ze zal perfectie nooit bereiken. Er blijft altijd wat te zeiken. Over nog steeds niet goed genoeg. Ik ben het zat. Ik ben het moe. Ik geef er eindelijk aan toe. Ik geef die heks in mij een kans. En ik vraag mijn donkere kant en dans. Ik ben toch nooit goed genoeg. Ik ben soms zelfs ongenuanceerd. Ja, ik heb wel wat bijgeleerd. Ik gooi mijn leven op de schop. Steek nu mijn middelvinger naar never, nooit, niet goed genoeg. Ik heb lang genoeg in koren gezongen. Ik adem diep en vul mijn longen. Mijn ware ik is wat je ziet. Ik zing met vuur mijn eigen lied. Want echt jongens, wat jullie er ook van vinden, hoe jullie ook naar me kijken, wat jij er ook van vindt, het maakt me niet uit, want ik ben echt, echt wel goed genoeg. Die boodschappenmand uit je kinderjaren, dat loont natuurlijk de moeite om dat nu eens aan een onderzoek te onderwerpen. Welke boodschappen zijn helpend voor je om te zijn wie je bent, om te leven wat je graag wil leven? En welke boodschappen hou je daar misschien in tegen en horen misschien helemaal niet bij jou, maar wordt het tijd om dat eens terug te geven aan je ouders en om het daar te laten en die kop wel boven het maaiveld uit te gaan steken en niet altijd de harmonie te bewaren, maar af en toe gewoon te zeggen wat je op je hart hebt als dat belangrijk is voor je, om gewoon te kunnen zijn wie je bent.